Een 82-jarige vrouw uit Oudenbosch is vrijdagmiddag op de kade in het water gevallen. Het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak te water, terwijl ze daar met haar rollator liep. Twee omstanders aarzelden niet en sprongen meteen in het 3 meter lager gelegen water. Ze hielden het slachtoffer boven water tot de brandweer arriveerde. Eenmaal op de kade kreeg de vrouw een hartstilstand. Ze is met succes gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.